Goedemorgen allemaal. Ik heb geen idee hoeveel mensen dit nu gaan zien. Maar ik was van plan om even in mijn hobbykamer te gaan zitten. Dus ik dacht, ik gooi gewoon even de live erbij aan. En dan zie ik wel wie er gezellig meekijkt. Want misschien heb je ook wel helemaal geen zin om iets te doen. En denk je, oh, ik ga even lekker gewoon meekijken. Dus ik was toch van plan om even wat te gaan doen. Dus gezellig de live er even bij aan. En wie meekijkt, kijk gezellig mee. En anders op een later moment kun je hem natuurlijk ook nog weer terugkijken. Nou, als het goed is, heb ik alles weer goed staan. Want ik was van plan om met de hoesjes van Elisabeth Craft Design live te gaan. De hoesjes die in de grote planners kunnen. Dus daar ga ik wat leuks mee maken. En ik heb echt nul voorbereid. Want ik wou zelf net lekker bezig gaan. Dus ik heb wat stansen en dingetjes gepakt. Waarvan ik denk, oh, dat is er wel leuk bij. En dan ga je dus zien hoe ik normaal gewoon aan het hooien ben. Want normaal gesproken met een live bereid je alles voor. Er is ook nog geen materiaallijst. Die stuur ik later. Want als ik echt precies weet wat ik heb gebruikt. Maar nu gaat het dus echt vanaf nul. Ga ik beginnen, net zoals als jullie gaan beginnen om een kaart te maken. Dat je alles moet verzamelen en gaat kijken wat je gaat doen. Nou, dat ga ik nu ook doen. Dus we gaan het zien. En ik zie dat Tiets er al is. Gezellig Tiets, dat je ook even meekijkt. En ik zie Marion. Ja, nou, dat is ook best toevallig. Want het was eigenlijk ook niet gepland, Marion. Ik zat vanmorgen om lichtjes naar Janine van... zal ik zo de live even aan doen, want ik ben toch van plan om bezig te gaan. En Janine vond dat een leuk idee, want ik denk ik moet wel even overleggen voordat er geen andere live of iets gepland stond. Dus vandaar dat ik gewoon eventjes gezellig hier ben. Nou, ik ga dus aan de slag in de grote planner van Elisabeth Craft Design. Die zijn er in verschillende kleuren. Ik ga nu in deze jeans werken en ik ga het papier Reminiscence The Book 4 gebruiken. Hele mooie blauwtinten en... ja, ook wel wat meer neutrale kleuren, een beetje groenig. Ja, ik hou ervan. Het is ook wel leuk voor vakantiethema. Je hebt een beetje zee, strand idee heb ik erbij. Maar ook echt wel wat donkere pagina's. Leuke labels erbij die je kan uitknippen. Nou, eigenlijk van allerlei leuks. En leuke tickets. Ja, van allerlei leuks. Dan de hoesjes, de Planner Essentials. En deze gaan denk ik heel leuk weer kaatsen met mijn licht. Dus ik probeer even een blaadje erbij te pakken, maar ik vermoed dat dat niet heel veel helpt. De Planner Essentials, de hoesjes. Er zitten 4 verschillende stijlen in, waarvan van elke stijl er 3 in zitten. Misschien is dit wat beter in beeld. Goedemorgen, gezellig dat jullie meekijken. Je hebt je hoesjes met een groot vak en een wat kleine vak. Met 2 maat vakjes en 2 kleinere. Ook eentje die echt wel een stukje smaller is. Dus die zijn heel leuk om tussen je pagina's door toe te voegen. Zodat je soms even wat anders hebt en een beetje ander effect. En eigenlijk maak je dan gewoon mini kaartjes in hoesjes. Heel leuk om te doen. Ik doe het te weinig. En ik had het de laatste toevallig met Est Glas over. Dat ik dacht, oh ja, die moet ik echt ook weer eens bijpakken. Dus vandaar. Dus er zitten 4 verschillende stijlen in. En voor elk soort zijn er 3. Dus je hebt er 12 in zitten. Achterop de verpakking staan de maten. Hoe groot het is. Dat helpt je ook met het snijden van papier. Vaak meet ik het zelf nog wel even na. Dus de hoesjes. Die heb ik hier klaar liggen. En ik ga nog heel even. Ondertussen terwijl ik dingen aan het uitleggen ben. Nadenken over welke maat ik ga nemen. Gun ik mezelf mooi even de tijd voor als ik toch nog aan het praten ben. Zo. En ik heb er nu meer in zitten omdat ik gewoon 2 hoesjes bij elkaar in heb gedaan. Dus niet dat je denkt, goh, wat heb jij er veel. Dat heb ik zelf gedaan. Dan heb ik wat stansen erbij gepakt waarvan ik dacht, nou, die vond ik wel leuk. Dan ga ik gewoon alles heen bladeren. Zo heb ik hier de Viewmaster. Een hele gave, veel te weinig gebruikt. Dus die dacht, die ga ik nu gebruiken. Toevallig kreeg ik vanmorgen een berichtje van een vriendin van mij. En die liet ook iets gaafs zien met de Viewmaster. Dacht ik, oh, daar kan ik ook wel iets mee bedenken.
Ik weet niet van wie die is. Er stond geen naam bij. Maar iemand heeft ook iets gaafs daarmee bedacht. Dus dat wil ik gaan gebruiken. Ik heb hier van die gave grote cijfers. Die ik graag wil gebruiken. En dan heb ik hier deze. En ik ga gewoon Sidekick en de planner door elkaar gebruiken. Deze is een Sidekick stans. Ik ga de basis niet gebruiken. Maar deze wil ik graag gebruiken. Dan kun je een leuke... dingetje mee maken. iets, een fotoframepje-achtig iets. Oh, kijk. En anders doe ik dat straks gewoon wel, Janine. Ik hoef je niet in allerlei bochten te wringen nu. En deze vond ik ook nog. Ook met leuke vormpjes en zo'n... ook zo'n soort Viewmaster idee, maar dan in het mini. En ik had hier nog iets met de filmstrip. Dus nou ja, weet je, we gaan kijken wat het wordt. Eerst maar eens de basis. En dat ga ik gewoon snijden. En het... Ja, ik wil even kijken. Want ik heb altijd... Probeer ik mijn pagina's een beetje af te stemmen wat naast elkaar zit. Deze vind ik niet afgestemd nog. Want qua kleur loopt dat niet echt mooi over. Dus eigenlijk wil ik hier uiteindelijk nog iets tussen maken. Want vaak heb ik dan... Soms maak ik van die losse pagina's. En uiteindelijk als je binnen hetzelfde boek werkt of een beetje dezelfde tinten, dan red je het wel. Deze vind ik al wel bij elkaar passen. Want dan kijk ik dat ik beide kleuren naar hetzelfde heb. Nou, hier moet nog wat afgewerkt worden. Dus daar moet ook wat bij. En hier moet ook wat bij. Maar ik denk dat ik me nu eens even niet zo moeilijk ga doen. En gewoon lekker ga kiezen wat ik wil. Ja, precies, Janine. Het komt goed. Ik heb tijd zat vanmiddag. Dan is het toch te warm. Doe ik gewoon even de laptop aan. En dan heb ik straks ook alles mooi bij elkaar liggen wat ik heb gebruikt. Dan gaat hij dan. Even kijken, want ik wil eigenlijk de Viewmaster dus gebruiken. En de Viewmaster bestaat uit twee delen. Dat is knap. Er zit een stans tussen dit laagje. Hoe raak je je stansen kwijt? Dus... Je hebt een stans waarbij je dus deze stukjes eruit snijdt. En je hebt een matlaag die ervoor zorgt dat je dit weer mooi bedekt. Als ik dan ging kijken naar de maat van de hoekjes, lijkt me het leukst om deze te gebruiken. Want dan kun je ook best wel een stukje van de Viewmaster kun je hem zo gebruiken. En je zou hem zelfs, maar dat ga ik denk ik niet doen. Ik wou hem alleen maar een stukje doen. Je zou zelfs nog zo kunnen doen dat je hem in twee delen doet. Dus dat je hem zegt, ik strand hem en ik snij hem door midden. En dan kun je hem beide delen eigenlijk door laten lopen. dus deze gaan we kiezen. En dat is de... Nou ja, deze is dat. Dat zijn de hoesjes van 10,2 bij 10,2. Dus dat is al een begin. En dan het papier. Omdat het in een hoesje gaat, gebruik ik nu dun papier. Want het is eigenlijk al beschermd en het zit al in een hoesje. Normaal als ik een pagina stans doe ik dat van het dikkere papier wat in een boek zit. Maar nu vind ik dat niet nodig. Dus dan ga ik even kijken bij de dunnere. Normaal heb ik dat allemaal bedacht. Dus nu moeten jullie mijn keuzestress ervaren. die vind ik ook wel gaaf. Ik wil niet te druk ondergrond eigenlijk. Een andere kant. Ja. Deze. En dan gaat hij er zo om in. Dan ga ik het toch even zelf altijd opmeten hoor. Want dat vind ik wel fijn. Want het hoesje is zelf precies op de hele breedte tussen de gaatjes is die 10,7. Maar wil je alles goed erin kunnen schuiven en doen. Dan is die hier dus een half centimeter afgehaald. Dus dan kom je op 10,2 bij 10,2. Dus dat is wel handig aan deze verpakkingen. Dat ze
daar wordt een richtlijn aangegeven. Natuurlijk hoef je niet te houden aan die richtlijn. Je mag ook zeggen, ik wil hem eigenlijk iets groter. Want ik vind een halve centimeter wel te veel. Dat mag zeker. Maar hier staat dus wel een richtlijn op wat je kunt gebruiken. Goedemorgen, gezellig dat jullie meekijken. Nou, toch nog best wel wat kijkers. Dat had ik dus toch niet verwacht. Maar gezellig dat jullie er zijn. Wat ga ik doen? Laat ik maar ook gewoon 10,2 doen. Want als er nog dingen opkomen, dan gaat je hoogte ook weer iets omhoog. En dan, dan wordt de hoogte iets hoger. En dan, wat wil ik daarvan zeggen? Oh ja, dan is het hoesje wordt ook alweer iets strakker in die zin. Dus ik hou nu gewoon lekker deze maat aan. 10,2. Ik kan hem bijna helemaal doen, want ik heb hem toch bijna helemaal nodig. Bij 10,2. En dan nog eentje van 10,2. En die losse stukjes die gooi ik altijd zo weer terug in mijn boek. Zodat ik dat later weer kan gebruiken. En ik vond het juist zo leuk om deze over dwars te houden. Nou, ga ik ze meteen even beinkten met frayed burlap. Maakt het toch altijd voor mij weer net iets af als je de randjes iets beinkt. Goedemorgen. Nou, jullie zijn aan het kijken naar een spontane live. Dus ik heb nog niet alles helemaal tot in de puntjes voorbereid. Eigenlijk niks. Ik heb alleen bedacht dat ik met de hoesjes van Elizabeth Craft Design iets wilde doen. En welk papier? Welk boek? Nou, en ik doe nu eigenlijk alleen de randjes. Maar je kunt ook zeggen, ik pak een papiertje of een kliedemat. En ik leg hem neer en dan ga ik echt zo eroverheen. Dan wordt hij wat breder. Kan ik dat laten zien? Ja, dat kan ik. Ik heb een klein stukje. Ik zal even het verschil laten zien door alleen het randje. Hier heb ik alleen het randje gedaan. Kijk, dan krijg je echt een heel dun randje met dat bruine inkt. Dan ga ik naar de andere kant. En ik ga vanaf papier en ik ga zo. Kijk, dan krijg je een groter stuk wat beinkt is. Puur omdat je gewoon meer met de tool eroverheen gaat. Dus dat is een keuze wat je kunt maken. Je kunt zoveel keuzes maken in deze hobbywereld. Ja, alle handjes waren klaar. Nou, kijk, en dan kunnen deze dus makkelijk hierin. Nou, bijna al klaar. Kind kan de was doen. Zo. Nou, de Viewmaster erop. Ja, moeten we weer kijken naar een kleurtje. Oh, en ik vind deze zo leuk. Deze. Ja, ook een soort reinforcements. En die passen weer op die kleine labeltjes. Want bij deze set zitten heel veel leuke labeltjes bij. Dat ook leuk is voor met vakantiedingetjes. Met een label, met een auto, met een vliegtuig. Met het woordje travel. Met sun calling. Dus ja, dat zijn hele leuke grappige dingetjes wat er allemaal bij zit. Een paperclipje wat erbij zit. Veel te leuk. Ondertussen ga ik even wat drinken. Joehoe! Goedemorgen! fijn iets dat je alvast een linkje deelt. De producten staan er al wel wat in. Ik weet dat Janine ermee bezig was. Maar omdat het spontaan is, Janine moet natuurlijk ook andere dingen doen voor de winkel. Dus de producten worden later echt wel aangevuld. Maar nu nog niet. Voor zover het lukt, vullen we dingen aan. Dan nog een keer papier uitkiezen. En nou gaat het voor het stuk waar de raampjes dus uitgaan. En dan ga ik even goed nadenken wat dat gaat worden. Want ik denk zelf namelijk dat ik voor de
een mat laag aan de achterkant. Dus die weer helemaal dicht zit. Het paint on papier ga gebruiken. De denim of de grey green. En dan kan ik de bovenste laag met een design papiertje doen. Oh, deze vind ik ook zo gaaf. Maar dat lijkt een beetje veel op de... En nog een keer door het boek heen. Kennen jullie dat? Dat je denkt, oh ja, ik heb hier net nog doorheen gebladerd. Eigenlijk weet ik wel wat er allemaal in zit. Maar toch bladeren we rustig nog een keer doorheen. Die vind ik ook heel gaaf. En vind ik dat mooi bij dat blauwe. Eigenlijk niet. Die is wel gaaf. Ja, dat was het. Zo. Het zou waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat ik door het boek heb gebladerd vandaag. Dan pak ik even mijn Sysik stansmachine erbij. Die gaat mooi elektrisch. Dus dat is altijd fijn. Even kijken. Hier erop. En ik ga hem gewoon helemaal uitstansen, want dan kan ik hem altijd nog een keer weer gebruiken. Het andere deel. Dit hoor je wel even, denk ik. Kan ik ondertussen alvast mijn papier knippen voor het dichte gedeelte. Upsa. Tada. Nou, kijk, dat is toch leuk. Als je hier zo'n deel op kan doen. Vind ik wel heel leuk. Kijk, en dan vallen er dus nu stukjes uit van die gaatjes. Even kijken hoor. Deze. En die, ja, ik ben echt een pieklut, maar dat bewaar ik. Want daar kan ik weer hele leuke andere dingetjes een andere keer mee doen. Daar kun je weer leuke kleine dingetjes op stempelen. En weer over je achtergrond bijvoorbeeld heen plakken. Of, en zo verzamel je inmiddels heel wat bakjes. Dat je denkt, oh ja, daar kan ik nog wel eens een keer gebruiken. Zo. Goedemorgen. Gezellig dat jullie allemaal meekijken. Is er bij jullie nog een beetje te doen met de warmte? Hier valt het namelijk nog best wel mee. Ik heb wel een waaier aanstaan. Ik weet niet of jullie dat horen. Maar voor de rest kun je hier prima nog zitten. Nou, gaan we bij deze zo kijken hoe die komt. Eigenlijk wil ik dat randje eraf hebben. Zo. En die. Kijk, en dat is wel geinig. Als je deze dan dus op elkaar doet, dan heb je hem dus mooi gedekt. En dan kun je daar dus weer leuk dingetjes op plakken. Hier ook binnengoed te doen, airco. Oh, kijk, ja, gordijnen en ramen dicht. Ja, dat helpt al heel veel, hè. Wat gaan we dan doen? De bovenste of de onderste, de Viewmaster? Heel erg, maar ik zit nu toch te twijfelen of ik allebei doe. Hopeloos. Misschien is het toch beide ook wel heel leuk. Soms. Zo. Kijk, als ik hem dan zo neerleg.
kijken hoor, zo moest die. En ik leg die hier op. En dan moeten we hem wel een stukje afknippen, maar dat geeft niet. En dan die erop. Is ook wel weer gaaf, hè? Helemaal. Wat vinden jullie? Nou, hier prima, op zelfs kippenvel. Oké, ernstig, Janine. Nee. Ben je in de winkel? Dan heb je denk ik airco aan. Vanmorgen om 5 uur tegen alles tegen elkaar opgezet. Nu alles dicht en lekker fris. Oh ja. Ja, beide hè? Ja, dat denk ik ook. Ja. Doe gewoon beide. En ik heb de stansen dan nog liggen wie ik er ook bij wil doen. Maar dat kan weer op de achterkant. Oh, je bent thuis. Oh ja, daar heb je ook. Oh, lekker. Maar daar heb je ook airco aan, volgens mij, of niet? Ja, beide. Knoop doorgehakt, klaar. Dus, deze gaan we alvast mooi beinkten. Kijk, en omdat je nu ook al meerdere laagjes papier op elkaar gaat plakken, wordt het papiertje wat je in het hoesje doet eigenlijk steeds alweer steviger. Ja, is wel leuk. En komt nog wel een. Er moet natuurlijk nog wel een stukje door midden, maar dat geeft niet. En ik zal straks toch nog wel een beetje een paar delen nog wel wat extra in moeten geven. Omdat we hem dan inderdaad gaan knippen. In de ruitjes doe ik het ook een beetje. En daar kom je niet altijd helemaal precies in. Ja, met de vingerdouwen zou je er beter in kunnen. Maar dit is ook prima. Al heeft het allemaal iets een laagje. Goedemorgen, Lydia. Geen airco aan. Nee, ik snap wel dat je er niet uitgaat, Janine. Want dat is ook geen doen nu, eigenlijk. En dan als je het eenmaal thuis gewoon toch lekker fris hebt, kun je beter thuis blijven. Of bijna koud zelfs. Ja, kon rustig houden. Die kunt je wel druk gaan maken, maar dat schiet niks op. En je moet dan ook oké mee zijn als je gewoon een dagje wat minder doet. Gisteren heb ik ook weinig uitgevoerd eigenlijk. Nou, deze gaat wat sneller, want dan hoef ik alleen maar de buitenrand te doen. Kijk, en deze viewmaster kun je dus ook gewoon los in je plannen doen. Want de gaatjes zitten erin, hè. Je kan hem ook dus gewoon... Nu doe ik hem in een hoesje. Maar je kunt hem ook op een pagina plakken. Dus dat je zegt, ik wil hem hier op. En dan heb je hem hier op. Maar je kunt hem ook als losse viewmaster doen. Dat je bijvoorbeeld twee keer stanst. En dat je hem dan zo tegen elkaar aan hebt. Even kijken of het gaatje goed doet. Zo. Dus je kunt eigenlijk met die viewmaster weer hele leuke dingen doen. Want nou lijkt het net, als je hem dicht doet, dat ze tegen elkaar aan zitten. Oh, kijk. Ik ga straks een kerstfilm kijken. Dan krijg je ook wel cool van. Ja, absoluut. Vandaag echt veel computerwerk. Oh, ja. Er zal vast niet zoveel nieuws zijn, toch? In ieder geval valt altijd wel mee hoe sneller weer nieuwe dingen zijn. Dus... Die erop. Dan een beetje kijken of het een beetje gelijk is. Zo. Nou, en wat dan ook nog leuk is bij deze stans. Er zitten van deze raampjes bij. En die raampjes die passen weer om de dingetjes heen. Om de raampjes heen. Daar pak ik even kraft voor. Oh. Een velletje was genoeg.
Want ik vind crafty ook wel leuk bij. Dat vind ik altijd fijn om gewoon een voorraadje craft te hebben. En van dat paint on papier. Want dan kun je toch gewoon, heb je al wat basiskleurtjes gewoon erbij. En vaak past altijd ofwel craft of wit of zwart of iets. Past er gewoon bij. En het fijne is dat er twee van die standjes in zitten voor de raampjes. Dus je hebt, je hoeft minder vaak te stansen. En dit kan ik gewoon even met een kleintje doen. Dat vind ik niet nodig als dat met de grote machine gaat. Je zou zelfs nog kunnen zeggen, ik doe hem om de beurt een andere kleur. Je kunt ook alles inkten. Je kunt ook designpapier gebruiken voor de raampjes. Nou, het is ook een spontane live voor Henny. Je was ook niet aangekondigd of iets. Dus je had ook niet kunnen weten dat ik er was. Tenzij je gedachten kan lezen. Ja, wat wel geinig zo, hè? Maar ik ben er nog niet, want ik heb toch nog een leuk idee bedacht. Maar dat komt... En zo kun je eigenlijk dit idee dus ook meteen gebruiken wat ik nu laat zien voor een plannenpagina. Want eigenlijk zie je onder bijna een hele plannenpagina. Alleen snij ik hem straks in tweeën. Dus ja, meteen meer ideetjes. Nou, nog eentje. Kijk, normaal had ik wel gezorgd dat ik dit allemaal gestanst had. Maar ja, bij spontane live is dat net iets anders. Zo. En die erop. Dat is een hele mooie stans. En ik vind het echt heel jammer. Ik had de laatste met iemand had ik erover. Volgens mij mijn moeder, gok ik. En ik zei, oh wat jammer. Het is gewoon een hele leuke stans. En eigenlijk doe je er heel weinig mee. En er zit best veel in. Want er zitten ook nog van deze rondjes in. Met now, hello en nummer 1. Dus die kun je ook weer gebruiken. Yes, no. Dus allemaal zitten echt wel veel extra dingen in die je weer heel leuk kunt gebruiken. Maar ja, weet je, zo gaat dat wel met meer stand. Zodat je denkt, oh ja. Die had ik nog liggen. En die heb ik nog niet vaak gebruikt. Dus die moet ik eens gebruiken. En dan komt er alweer wat nieuws. Maar soms is het ook weer goed om even wat oude stansen te gebruiken. Wat oudere. Volgens mij is deze stans van vorig jaar. Of het jaar daarvoor misschien zelfs nog. Maar... Zo. Nou, dan ga ik die framepjes er wel vast op plakken. Maar ik ga het onderste stukje nog niet vast plakken, want er komt nog wat bij. Dat even aan de kant. Alles is nog wel goed in beeld, hè? Voelt ook alweer heel lang geleden dat ik live ben geweest. Maar er komt weer wat meer structuur in dat ik weer iets vaker live ga. Proberen elke maand. Nou, in deze had ik met dubbelzijdig tape kunnen stansen. Maar op zich is dit nog wel iets wat je op zich zo met de lijm kan doen. dankjewel, Tiet. Nou, weet je, ik heb nu ook alweer dat ik denk, oh ja, vanmorgen bedacht ik dat ineens. Ik denk, oh ja, ik heb er ook wel gewoon weer zin in om lekker live te gaan. Ik kan
weet je, je bent toch bezig. En een spontane live is niet altijd handig hoor. Want je wil ook wel gewoon soms wat voorbereid hebben. Ja, dit is een heel fijn lijm. Het is de Art Glitter. Volgens mij is die ook bij ons in de winkel. Dat was eerst niet. Bij Hobby Vision. Maar nu volgens mij wel wat ik zag. Maar dat zal iets of je niet vast weten. Goedemorgen Barbara. Leuk dat je ook nog even meekijkt bij deze spontane live. Nee, weet je, het ligt ook een beetje aan de instelling, denk ik, hoe je erin gaat. Dat je denkt, oh ja, weet je, geen idee of ik het afkrijg hoor. En hoe lang ik precies bezig ben, maar we gaan het zien. Kijk, oh, dat staat toch heel leuk. Ik word hier heel blij van. En dus, wat ik had bedacht. Oh, wat ik even wel kan laten zien. Ik moet hem even pakken uit mijn assortiment. Ja. Deze hoort bij de Viewmaster, deze stand. En dat zijn, even kijken hoe die ook weer heet. Nou, ik weet het niet meer hoe die heet. Maar dit zijn halve cirkels en die passen precies in de Viewmaster. Dus je kunt een hele leuke tekststand weer gebruiken. In je Viewmaster. En er staan teksten in als Into the Lens, Somewhere to Love, Simply the Best, and Now is the New Later. En dan nog weer leuke cirkels met teksten erin. Dus deze kun je gebruiken bij de Viewmaster. Kan ook bij andere dingen, maar is wel echt bedacht toen om daar midden in te doen. Dus ook een leuke stans om in gedachten te houden. Mocht je de Viewmaster al hebben, maar die nog niet. Breng wel even tussendoor iets vaker hoor. En dan, eens even kijken hoe laat het eigenlijk is. Is het al 11 uur? Volgens mij klopt mijn tijd hier niet van hoor. Eens even kijken. Dat betekent dat ik al bijna een uur bezig ben. Lijkt me heel sterk. Maar goed. Wat is wijsheid? Wijsheid. Deze wil ik dus eigenlijk hier op hebben. Dat betekent dat die door midden gaat. Dat is niet zo erg. Maar ik wil er eigenlijk nog dingetjes achter plakken. Ik ga hem eerst door midden snijden, want anders dan, wordt het niet wat. Dit heb ik dus normaal, zou je dit dus bij een live voorbereide live al helemaal hebben bedacht. Moet ik dus nu even ter plekke bedenken, maar dat geef ik niet. Want ik kan hem nog niet op elkaar vastplakken. Maar eigenlijk moet hij hier gewoon de helft. Dus het is niet zo moeilijk. Hij moet hier door de helft bij die middelste. En dan kunnen we daarna wel wat extra is nog afsnijden. Even kijken. 2,2. 1,1. Even kijken. Ik ben een beetje mezelf aan het mompelen. Potlood erbij. Dus dat is dan 3,1.
Daar moet hij dan midden. Even kijken. Zo. Kijk, dat past mooi. Kijk, dat gaat mooi. Dat is één stukje al. Nou kunnen we deze erop leggen. En als ik die echt gewoon precies opleg. Zet ik hier gewoon even een streepje. Kijk, nou heb ik hier een streepje op staan. En dan weet ik dat ik hem daar door midden moet snijden. En als het dan nu goed is, dan hebben we nu daar een deel. En dit deel. Tada! Nou, dan. Wat mijn planning was, was om dit erbij te gebruiken. En dat is dat zijn allemaal dingetjes van Tim Holtz. Bijvoorbeeld dit ephemera's. Daar zitten allemaal leuke dingetjes in wat je kan gebruiken. En dan wil ik eigenlijk deze. De field notes. En ik heb dus een voorbeeld gezien. En ik weet niet meer van wie. Met de poppetjes van Tim Holtz erin. Dus hele kleine poppetjes. Even kijken. Dat even zoeken. Nou, volgens mij waren ze dat. Ik leg er gewoon even wat zakjes uit. Ja, en eigenlijk vind ik die rub-ons ook wel heel gaaf. Eigenlijk. Dus eigenlijk gaan we die dan maar gewoon gebruiken. Zo. Want Tim Holtz heeft van die kleine pakketjes. Ik heb ze even in wat grotere zakjes gedaan. Dat vind ik zelf wat makkelijker. Met allerlei kleine dingetjes, pruteltjes. Waar je mee hele leuke opbouw kan maken. Kijk, deze is bijvoorbeeld een leuk bloemetje. Ik weet echt niet of jullie dit goed in beeld zien. Maar hoe leuk is dat als je die weer hier zo een beetje achter kan prutsen. En dan bijvoorbeeld een ovaaltje erbij. Eigenlijk zijn er allemaal leuke dingetjes. Maar dit heb ik dus nu. Daarom wilde ik het nog niet vastplakken. Want als je het vastplakt, kan ik dit er allemaal niet meer zo achter schuiven. En ik denk dat jullie dit niet goed, helemaal goed in beeld zien hoor. Maar, en de vraag is of ik hem dan helemaal wil bedekken. Of gewoon een klein beetje. Dus, maar dat is mijn plan. Om erbij te doen. Dan gooi ik even dit zakje op de kop. Want deze is het dus wel die ik bedoelde. De Field Notes. Er zitten echt hele schattige kleine elementjes in. Kijk, een paddenstoeltje. Even, ik zal even wat dichter in beeld brengen. Kijk, allemaal leuke kleine, echt kleine dingetjes. Die je dus wel weer heel leuk daarachter kan verwerken. Nou, ik had het eerst in die bakjes van Fase. Maar die zijn vrij breed op een gegeven moment.
En dat nam meer ruimte in dan dat ik eigenlijk nodig was. Dus nu heb ik ze in hoesjes gedaan. Ook weet ik nog niet of dit werkt hoor. Dat heb ik pas sinds kort gedaan. Want die hoesjes heb ik hier eigenlijk altijd wel op voorraad liggen. Maar ja. Eens even kijken. Oh, die is ook leuk. Pastel. Dus ja, nu ga ik eigenlijk even een beetje aan het prutsen hiermee. Om te kijken wat ik leuk vind staan hierbij. Dus eigenlijk kun je ook heel leuk deze kleine elementjes gewoon bij allerlei soort dingen gebruiken. Hè? Dus hoef je niet alleen bij echt Tim Holtz dingen te zijn. Maar je kunt ze ook heel leuk in de planner verwerken. Maar daar komt nu wel elke keer het moment dat je moet kiezen. Die is ook leuk erachter. Met allerlei soorten vlinders erop. Maar als we daar dan gewoon een leuk bloemetje voor doen. Ja, sorry, ik ben van de priegel. Wist je dat wel een beetje, toch? Hoeft allemaal niet zo priegelig hoor. Want je kunt ook gewoon grotere dingen erachter doen. Of foto's, hè, als je foto's maakt. Dat is eigenlijk de hele bedoeling van de Viewmaster. Maar ik maak wel foto's, maar ik gebruik het eigenlijk niet echt in de planners. Dus dit is dan ook een leuke manier. Nou, die vind ik al leuk. Die vind ik te druk. Oh, ik heb er niet zoveel last van hoor, met of het nou warm is of niet. Ik priegel wel. Op een of andere manier staat me dat niet helemaal aan. Ja, dat vind ik leuk. Zo. Kijk, hier zit ook bijvoorbeeld wel een plaatje bij. Dat is ook gewoon leuk, hè? Dat je gewoon zo'n plaatje erachter doet. Hoppatee. En misschien dan nog even zo. Dan plak je hem voor de hond. Dat is niet zo leuk. Zo. Kijk, en wil je wat meer kleur, dan pak je, kun je natuurlijk ook gewoon een zonkergelet vlindertje pakken. Misschien is deze wel leuk om gewoon hier te doen. Zo, bij beide. Daaronder komt hij dan hoor. En dan kan ik een mooie doormidden knippen. Kijk of het nog een leuke paddenstoel is. Die is wel leuk. En is er dan nog iets leuks bij? Vast wel.
En je kunt dus ook weer spelen met dingetjes die je onder het randje schuift of die je er weer op plaatst. Even kijken, dan heb ik die nog twee te gaan. Eigenlijk nog iets van bloemen erbij in, hè? Dat is wel leuk. Ja, dit setje heeft een naam. Dit is de Ephemera Pack Field Notes. Dat is de TH94049. Kijk, en wat ik dan dus ook gaaf vind. Ik heb heel veel in de blauw tinten. Maar om dan ergens weer zoiets roods erbij tussen te doen. Dus bijvoorbeeld hier... Nou, komt u maar. Hij schuift alle kanten op, behalve waar ik wil. Kijk, als je hier bijvoorbeeld weer iets roods een beetje onder doet, dan haalt het ook weer wat kleur op. En dat kun je dan ook nog weer ergens anders... hier bijvoorbeeld. Weer onder. Zo een beetje terug laten. Terug laten komen. Nou, zo ongeveer. Dan vind ik deze nog wel een beetje kalig. Is er nog iets leuks? Hij hoeft ook eigenlijk niet helemaal vol. En dan nog zoiets erbij. Ja, leuk. En dan de laatste. Deze kijk ik me ook al de hele tijd aan. Doen we die ook op de rand. En dan nog iets eronder. Die. Zo, we zijn eruit. En ik laat nog eventjes wat... Van die kleine pruteltjes nog even liggen. Mijn mat is een beetje stroef, dus ik moet eventjes op deze manier mijn plaatjes oppakken. Oops. Zo, nou, dan komt nu het leukste. Nou, in elkaar plakken. Normaal maak ik een foto. Om te denken, hoe had ik het ook alweer bedacht. Maar we gaan het nu even zo doen. 1, 2, 3, 4. Vijf, zes en zeven. Als clustertje liggen ze nu bij elkaar. Anders dan wordt het niet wat. Goedemorgen Leonie. Leuk dat je nog even kijkt. Ik heb geen idee in wat voor tijd ik leef. Maar volgens mij gaat het nog wel prima. En anders zeggen jullie het, hè. Kijk, die vind ik wel leuk om zo te doen. Dan doe ik even wat lijm rondom. Aan de achterkant. Want dan heb je mooi om dat frameje heen. En met lijm heb je nog een beetje de mogelijkheid om een klein beetje te verschuiven. Nou, dan wilde ik deze hierachter. En dat doe ik ook gewoon door een klein beetje lijm eromheen te doen. Maar ik ga nog wel een stukje eraf knippen. Want ja, ik gebruik ook dus die kleine stukjes allemaal. En dat kun je dan later nog wel weer een keer goed gebruiken. Dus dan pak ik gewoon even mijn schaartje. En dan knip ik die er zo
onderweg. En dan doe ik het insectje wel even inkten, want die komt er bovenop. Heeft iemand enig idee hoe laat het is? Volgens mij klopt mijn tijd namelijk niet van mijn iPad. En nu moet ik wel een beetje gaan opletten, want ik wilde hier wat dingetjes tussen steken. Dus misschien dat ik die eerst maar even vastplak. Oh, 10 over 11. Oh, dan. Dan heb ik nog heel eventjes, nou ja, 10 minuutjes, maar goed. Jullie zitten vast niet helemaal gebonden aan de tijd nu vandaag. Ik niet in ieder geval. Kijk, en het zou ook al leuk zijn, hè, als je deze gewoon als achtergrond hebt. Dan heb je gewoon zonder een matlaag te achter, heb je ook al een leuke achtergrond. Nou, volgens mij werk ik een beetje laag. Dun, dun, dun. Die zo een beetje eronder. En dan moet ik even kijken dat ik uitkom met die. Een klein stukje al vanaf. Dat ik hem niet over die gaatjes heen plak zometeen. Nou, kijk. Dat is toch super schattig. Ik word er wel weer blij van. Goedemorgen, Marjan. Ja, het is een spontane live. Dus dit had je ook niet kunnen weten. Maar je kunt hem dus nog terugkijken. Even kijken. Nou ga ik hem hier rondomheen... Even met lijm doen. En dat doe ik bij dat andere gedeelte ook alvast even. En dan kunnen we hem zo meteen door midden knippen. Want hij loopt dan mooi door. Knippen van de bovenkant een klein stukje nog af. Kijk, en ik zei al, er moet straks nog weer geïnkt worden. Nou, dat is dus bij dit stukje bijvoorbeeld. Want die hebben we doormidden geknipt en doormidden gesneden. Dus die geven we even een extra laagje met inkt nog. En dat moet hier ook nog. Kijk, nou is het bovenste gedeelte al een eind klaar. Oh, die moest ik nog daarbij voordoen. Gezellig dat je nog even meekijkt, Marieke. Ik ben al wel een eindje op weg. Maar het was een spontane live, dus je kan hem straks nog lekker terugkijken. Zo. Die waren over. Nou, nog 3 raampjes. Die had ik er overheen bedacht. Doe ik hier weer om het raampje heen even weer wat lijm. En als ik dan een beetje snel ben,
kan ik deze zo nog een beetje ertussen doen. Want het zit niet meteen strak vast. Vaak, als je het dan niet zo hard aandrukt, kun je het nog weer, weer een beetje tussen proppen. Zo. En zo kun je dus heel gaaf verschillende merken ook met elkaar combineren. En heb je eigenlijk best, zoals nu van Tim Holtz, heb je eigenlijk best weinig nodig. Wil je dat leuk combineren. Ik heb eigenlijk alleen zo'n zakje met pruteltjes gepakt. Zo. Nou, dan gaat hij wel snel. En deze wilde ik maar een klein stukje. Moet hij er eigenlijk nog een beetje onder. Goedemorgen. Nou, leuk dat er nog steeds wat mensen komen binnenschuiven. Ik ben al wel even bezig, maar... Nou, zei ik net, je moet dat niet zo hard vastdrukken. Want dan kun je er nog wat tussen stoppen. En wat doe je vervolgens? Nou, ik hoop dat jullie het wel leuk vinden, zo'n spontane live. Misschien dat ik dat in de vakantie nog wel een keertje doe. Dat weet ik nog niet. Maar sowieso binnenkort nog weer een keertje live. Dan een geplande live. Dus die is ook wat beter voorbereid dan deze. En de laatste. Zo. En dan kan deze er nog achter. En van die achterkant zie je straks toch niks meer van, want dan die plak je vast op de matlaag. Nou, fijn dat jullie het leuk vinden. Ik vind het ook alweer heel leuk om te doen. En wat had ik hier nog? Oh ja, een rondje. Doen we die ook nog weer eventjes een beetje achter. Nou, kijk toch eens. Even kijken, die zo. Nou, zijn we al heel eind. Oh. Zo. Ja, kunnen we deze eigenlijk gaan vastplakken. Dus laten we dat maar doen. Een klein stukje. Oh. Nou, fijn. Heel gezellig dit. Maar ook gezellig dat jullie tijd nemen om mee te kijken nu.
Zo. En de andere. Daarop. Zo, en nou moeten we dus nog kijken. Dat we hem goed afsnijden. En ik zit nog een beetje in dubio, maar qua tijd, ik denk niet dat ik heel veel tijd meer heb. Of ik er nog wat achter ga doen. Dit doe ik even aan de kant. Want er zijn dus nog van die leuke labeltjes. En je kunt zeggen, ik ga op de achterkant van deze, ga ik alleen hier en hier, dus bij de uiteinde tape plakken. En hier, zodat je hier nog weer kleine labeltjes in kan steken. Qua tijd gok ik dat het nu wel een uur al verder is. Ik denk dat ik hem voor nu... ik ga deze vast wel bijsnijden, dat jullie dat kunnen zien. En dan ga ik hem met tape vast opplakken. En dan ga ik hem voor de rest zo meteen afmaken. Dan zien jullie de rest van het resultaat wel later. Want dat is eigenlijk alleen een kwestie van deze labeltjes stansen. In kleurtjes en die ga ik er dan achter steken. En misschien dat ik daar nog wat van die kleine plaatjes weer op doe. En wat reinforcements hoeft niet. En dan zijn de hoesjes klaar. Nou, 20 over 11. Oh, dan ben ik nog een uur bezig. Oh, dat valt mee. Nou, weet je, ik plak dit nog vast. Dan zien jullie dat even. En dan zien jullie het eindresultaat later. Die kan sowieso. Hier kan hij sowieso al mooi een eind vast. En dan moet ik hem toch alvast hierop gaan leggen. Zodat ik kan zien waar ik hem af moet snijden. Dan leg ik hem gelijk en dan zet ik hier even een lijntje. Ja, dan pak ik even de snijmachine. Nou, weet je, ik laat hem nog heel eventjes doorlopen dat ik deze nog even snijd. En dan kijk ik even wat ik doe. Het is eigenlijk een dubbel dat ik hem eigenlijk eerst al meer vast wil plakken. Want dan kan ik het netter knippen. Dus ik doe gewoon hier aan de onderkant een stuk vast. Want daar komt hij sowieso vast. Dat lijkt me even wat handiger momenteel. Zo. Kijk, nou kan ik hem hier aan de achterkant beter zien waar, waar het eraf moet. Ik vermoed dat er een klein stukje van dat plaatje afgaat, maar dat geeft niet. Oh, kijk, valt nog best mee. Zie je? En nou is dit mooi vast en dit nog open, want hier kunnen dan de labels in. Valt me nog mee. Even kijken. Het laatste stukje. Die kan helemaal.
Zo kan die. Dus dan kan die hier bovenaan ook. Hoppatee. Die. Die eraf. En die eraf. En dat is fijn aan dubbelzijdig tape. Want dan komt het gewoon niet op plekken waar je het eigenlijk niet wil hebben. Leg die andere toch even aan. Zodat het toch... Ik heb hem helemaal tot aan de rand gedaan. Maar dat het plaatje en alles wel mooi doorloopt. Zo. Ook hier knippen we het stukje eraf. Dat is makkelijker dan om voorhand al af te gaan snijden. Kijk. En dan pak ik heel even het hoesje erbij. Moet kijken of het dan ook past. Wat ik heb bedacht. Die zo. En die komt dan hier erin. Nou. Ik vind het helemaal geweldig. Kijken of dat goed in beeld komt voor jullie. Er komen dus nog wat kleine dingetjes bij. Want ik vind het hier nog wel wat kaal. En hier komen nog wat labels in. Maar ik ben hier wel weer heel blij mee. Ik hoop dat jullie het ook een leuke live vonden. De foto's hiervan ga ik nog plaatsen. Ik denk dat ik hier ook nog even wat strookjes in doe. Want hier kun je ook een klein strookje in doen. Hoef je alleen maar later even wat gaatjes erin te maken. Dan is het één geheel. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. En nou ja, weet je, dan zien we wel wanneer ik weer live ben. Doei! Fijne dag allemaal!